Hoe lang zit jij nu in het vak? 40 jaar. 40 jaar. En hoeveel? Professioneel, zeg maar. Ja, ja. En in die tijd heb je hoeveel shows gemaakt? Ik heb de laatste 40 jaar 25 shows gemaakt. 25 keer shows, dat is toch veel, hè? Ik ben nooit gestopt, hè? Want als we geen corona hadden gehad, dacht ik, had ik wel in het Guinness Book of Records gaan mogen. Ja, ja, 25 ja. shows aan één stuk. Eigenlijk nooit afgezegd ook nog, hè? Die 4.000, 5.000 voorstellingen. Dat is wel raar, knap, nooit ziek geweest. Nee, dankzij één keer twee dagen af moeten zeggen, helaas. Maar, van die 25 jaar, we kunnen natuurlijk niet 25 shows gaan zitten kijken. Maar ik heb één show meegenomen, uit 92. Ja. 10-2. En in eentje, toen viel mijn oog, viel toen bovenop een advertentie. Met letters erbij, hoor. En er stond er, Relax Club Thompson. Zoekt een mooi meisje. Ik denk, nou, daar ben ik wel, hè. Met een zwoele telefoonstem. Ik denk, nou, die heb ik ook, hè. Dus nou, en toen zijn ze vanochtend van de PTT gekomen. Joop was erbij. Hebben ze die telefoons neergezet. Heb ik de 65-plus leuterlijn. Dat is voor mijn oudere vrienden. Intiemlijn. Joop zegt, het is voor people met heavy troubles. Dus ook Engels ook. En dan heb je de triofoon. Nou, die is nog niet gegaan, maar het woord zegt het zelf natuurlijk al, hè. Trio, hè. Dus, muziek erbij. Nou, en Joop zegt, hij zegt vooral rekken die gesprekken, hè. Want op elke telefoon zit een teller. En iedere tik tot hij overgaat is 2 kwartjes. Hij zegt, voor de rest moet je natuurlijk enorm heet houden. Dus nou, ik heb een das omgedaan. Een muts op. Dus koud krijg ik het natuurlijk. Oh, ik moet even nou op gaan nemen, hoor. Want een beltje weer een vriend. Met de intiemlijn. Wat u? Nee. Tenminste, nee, hoor. Nee. Nee. Nee, ik heb geen kale poes. Kun je zelf wel lachen op die dingen? Ja. Het is wel lang geleden. Na jaren, ja, het is lang geleden. Maar nee, ik kijk altijd kritisch van dit had ik beter. En dat ik moet langer wachten of ik had het fijner kunnen timen. Ik ben altijd bezig met hoe het beter kan. Ja. Maar als ik iets 10 jaar niet heb gezien of zo... en ik weet, intussen heeft het zichzelf wel een beetje bewezen... dan kan ik wel kijken en soms denken, nou, heb ik toch wel leuk, ja, toch wel leuk verzonnen. Ja, is dit geïmproviseerd ook allemaal? Of is het allemaal uitgeschreven wat je net hebt? Ja, nee, dit is wel... Op den duur wordt het zo'n sketch, komt zeg maar. Erbij, maar toch? Ik heb hem heel snel 's middags geschreven. Het was een idee van mijn man. Dat was net die opkomst van die... He, die vrouwen die thuis de aardappels zaten te schillen... en dan maar een beetje door zo'n telefoon zaten te blerren. Ja. Dus, en natuurlijk, al dat dubbelzinnige, ja, daar kan ik nog wel 3 van die sketches mee vullen.